hier bij Lewis Flowers in Tuil. Het bedrijf teelt jaar rond chrysanthen. En we zijn hier omdat we vanmorgen voor de eerste keer de Nemesis-aaltjes hebben toegepast. Samen met de kweker. We begeleiden dat altijd om zo een optimaal resultaat te krijgen tegen trips. Bij het toepassen van aaltjes is het belangrijk om eerst een vooroplossing te maken. Dit doe je in een emmer met daarin 10 liter water. De inhoud van de verpakking wordt hierin gedaan, doorroeren en de oplossing is klaar voor gebruik. De toepassing met Nemesis F-aaltjes kan plaatsvinden in de morgen of in de avond. Dit is om twee redenen. De trips is dan rustig en de omstandigheden zijn gunstig om het gewas lang vochtig te houden, zodat de aaltjes goed hun werk kunnen doen. Wij als BASF vinden het belangrijk dat de toepassing goed gebeurt. Daarom controleren we eerst de spuitboom of de aaltjes daar goed uitkomen. Daarna controleren we hoe de aaltjes in het gewas terechtkomen. En we controleren ook na die tijd, 2 uur bladnat, om te kijken of de aaltjes dan ook hun werk doen. Nemesis aaltjes kunnen zowel via de spuittank als met de dozentron worden toegepast, zoals hier bij Lewis Flowers. Belangrijk is dat de aaltjes continu in beweging blijven tijdens het toepassen en dat de druk niet boven de 20 bar uitkomt. Om ervoor te zorgen dat de aaltjes optimaal hun werk kunnen doen, is het belangrijk om het gewas vochtig te houden en dit kan door 1 of 2 keer licht na te broezen. Wij als BASF vinden het belangrijk dat de Nemesis aaltjes goed worden toegepast en daarom stellen wij de teler een microscoop ter beschikking, zodat het hele proces van binnenkomst tot en met gewastoepassing gecontroleerd kan worden. Vanwege hun goede werking, zowel in de bodem als in het gewas, verdienen de aaltjes zeker een plek in het schema tegen trips.